aan jullie. Baie van jullie heeft mij gevraagd over die Snoek Biltong. Wees maar net veel, hulle is nou reg. Alle kom ek Snoek Biltong maak met die sweet chili, want ik hou niet helemaal van die snoek smaak. En ik hou ook af van as hy so nat is nie. So ja, kom ek wees julle net, hoe het hy uitgekom? Een bokkom textuur nou. Jy proe nog steeds die snoek. Maar een kleine bykie soetigheidjies aan hom. Dis die fruit en chutneys pas. So ek sal vir julle die recept van die snoekie boelos in die dingetjie wat ook al. Maar julle moet ook probeer, het is baie lekker.